Welkom dames en heren, het is donderdag 23 augustus, het is 6:30. Nog 3 nachtjes slapen en het is zover. De Brabantse dag, de grootste theaterparade van het jaar. Berries Brabants kwartiertje, inmiddels al de 4e aflevering. Zit boordevol Brabantse dag items. Sterker nog, dit programma gaat alleen maar over de Brabantse dag. Alle gasten zijn Brabantse dag gerelateerd. En vanavond hier te gast is een Boukje van Etro namens de stichting, voorzitter van de stichting Brabantse dag. Joost de Bruin namens Vriendenkring Schenkels, Leon van Abel namens High Show. Hans van de Borst namens Geurt het ooit nooit niet. En Artjan de Kok van Bouwerij Schoon. Dit programma is live te zien op Wagenbouwers FM, live op Heze 24, vanaf 8 uur elk heel uur op Horizon TV. En Omroep Brabant heeft interesse, evenals CNN en Al Jazeera. Berries Brabants kwartiertje duurt exact een Brabants kwartiertje, dus we gaan zien hoe laat het vandaag wordt. Het is in ieder geval gezellig, blijf kijken. En wil ik onze eerste gasten naar voren halen. Artjan de Kok van Bouwerij Schoon en Joost de Bruin. Van Vriendenkring Schenkels. Ja, blijf een beetje binnen het beeld, Artje. Dat was voor jou een beetje moeilijker natuurlijk, maar ik wou net. Hè. Dat is wel belangrijk, een beetje dit, ik kan er toch op blijven. En ja, welkom heren. Ja. Fijn dat je er bent. Ja. Welkom. Ja. We zullen meteen even kijken, dat is belangrijk, van hoeveel kijkcijfers hebben we nou natuurlijk. Hè? Want je weet, dit loopt als een gek. We zijn een mannen genomen begonnen met vijf kijkers zijn we begonnen. We eindigen toe op 160.000 keer daarna gaan. En we zitten nu al, kijk even smeden onder op dit wijsje. We zitten nu al op 900.000 kijkers. Jezus, nou, wel naar meer. Dat is bijna meer als Wie is de Mol de eerste aflevering. Dat wou ik maar zeggen, dat schiet op, hè. Even de duidelijkheid, want Artjan is bang dat je daar vermoord wordt als je terugkomt bij de bouwplaats. Want kijk nou eens aan. Ja, ik heb Wagenbouwers FM. Ze hebben hem uitgekleed. We hebben hem helemaal uitgekleed. Wat gebeurt er namelijk? Hij komt hier en jullie zien hier thuis een hele mooie achtergrond. Hè? Maar dat is een greenscreen. En houd hem eens recht voor mijn bast, Artjan. Zo kijk, is hij weg. En zo is hij er weer. Zo is het. Ik haal hem bij mijn shirt. Oh, helaas. Bouwerij Schoon in een groen shirtje. Al zou het niet zeggen, maar het is wel Bouwerij Schoon. Een zwevend logo. Dat had ik nog kunnen. Achterste vuren aan het trekken, Artjan. Sluikreclame. Schoon, hè. Ik denk dat ze nou godverdomme wel weten, jongen. Sorry, als Schoon, of niet? Ja. Hé, maar goed. Ja, we gaan nog even een braafste dag natuurlijk, hè. Gaat het goed verder bij jullie zo? Het loopt lekker? Nou, hetzelfde als altijd, hè. Hetzelfde als altijd? Dus. Nog maar. Ik ben een bouwer. Dat is belangrijk, toch? Ja, en gezellig. Schoon. En gezellig is het altijd. Mooi plezier. Dat moet hoort ik hebben, hè. Dat is dan wel belangrijk, hè. En wijn. En wijn erbij ook dan een keer. Nou, helemaal geweldig. Super. Chocolademelk soms. Ja, is al best, ja. Hé, we gaan er nergens over hebben. Ja, ik begin even bij jou, Artjan. Bouwerij Schoon. Jullie gaan dit jaar iets doen over Babylonie broek. Kijk, de meesten die hebben. Ik hoop dat niet dat we hier krijgen, dat we Babylonische spraak voor aan krijgen. Nee, nou, die kans is er wel in anders, hoor. Maar, ik had er nooit van plaats gehoord. Wat ligt er ergens ongeveer, voor degene die het ook niet weet? Het ligt aan de route, hè, waar het onderwerp over gaat. En de naam Babylonie broek, dat is Babylonische spraakvaring. Dat begrijp ik, maar wat ligt het letterlijk in Brabant, Babylonie broek? Poeh. Kijk. Ik begin met een moeilijke vraag, dames en heren. We gaan er even uit voor de reclame. Ja, maar was de kijkersvraag? Tussen Ravenstein en Roosendaal. Tussen Ravenstein en Roosendaal. Tussen Ravenstein en Roosendaal. Dat is goed geantwoord. Hij was het zover. Artjan heeft de joker ingezet en hij heeft hem gewonnen. Voor welke prijs gaat hij nou door dan? Ja, ik denk voor de koelkast, Artjan. Maar goed, Joost, ook leuk dat jij er bent. Ja, sorry. Nee, maar het is gewoon, je bent leuke dingen aan het doen. Dat vind ik ook wel leuk om even te vertellen. Gisteren, dames en heren, hadden we het hier met Joost in het hout over Pater Moes Kroen. Die komen vrijdag op de vriendenavond. Hè. Vandaag heb ik heel veel paters in zijn clubje zitten hier zo. Hè. Echt waar, ja, het is echt zo. Want het is namelijk zo, paters, niet alleen paters, maar ook wel monniken. Bij jullie verhaal begint eigenlijk met monniken. Hier bij de familie Schenkels hebben ze het over paters. Ja, daar is het ooit wel mee begonnen. Er is paters, hè. Dat is paters een belangrijk ding geworden. En ook bij Gewit ooit nooit niet, daar hebben ze paters deze keer erin zitten. Dus het is een heel christelijk gebeuren vanavond, dames en heren. Ik voel me eigenlijk ook nog niet echt Matthijs van Nieuwkerk, maar meer Andries Knevel vanavond. Ja, prima. Toch? Hebben we nog even een gebed van tevoren? Of? Ja, ik kan misschien even zoomen met z'n drieën, even vader, zoon. Echt van onze vader, onze zoon, onze Harry, onze toon. Heel goed, we willen het niet langer houden. Supergoed, dat hebben we vast gehad. Krijg je geen ruzie met de paten van Ezen. Zal zijn gezegend.
Babylonie Broek, bouwerij Skon. Jullie gaat... vertel zelf, we gaan een beetje neerzetten. Het is gelukkig dat we zelf geen last hebben van Babylonische spraakverwarring, want anders zouden we geen wagen neer kunnen zetten. Nee, dus we hebben dat wordt van lastig, tevoren goed geoefend dat we goed met elkaar kunnen communiceren. En dat gaat goed. Ja. We gaan er denk ik iets heel leuks neerzetten. En meer met de dingen waar we altijd mee bouwen, met herbruikbare materialen. Ja, dat is wel kenmerkend van jullie. Dat is kenmerkend. Sinds jaren dag. Dat heb ik ook wel meegenomen, hè, om te laten zien. Ja, dat geloof ik best. We gaan eerst even babbelen, laten we daar even over hebben. Ik ben benieuwd uiteraard, maar ik wil even een beetje babbelen. Want jij neemt mee het programma over, je hebt al een shirt waar niet past en nou dit werd, dus godverdomme. Ja. Nee, maar dan begint hij al te babbelen, zie je dat? Gewoon babbelen kan heel goed. Ik heb alles voorbereid. Nee, dat bedoel ik op mijn manier. Ja, kom op ze. Nee, maar dat je het voorbereid. Nee, maar het is wel, ik vind het wel... Ik vind het wel heel leuk wat jullie gaan doen. Ik mag toch best zeggen dat jullie eigenlijk toch een beetje voorkomt uit Broers Vergerwen. Ja. Dat is er eigenlijk de oorsprong. Je hebt over herbruikbare materialen, dat was toen al tijd al. Jullie hebben dat doorgezet op die manier. En wat ook wel mooi vind, ik heb dat buksje dus bij de hand, hè, te halen bij het perron. En zondag bij de kassa, bij de infostands, kassa's. Ik heb ook dingen onderstreept, dat heb ik andere dagen niet gedaan. Ik heb dingen onderstreept. Meer van die lastige vragen staan. Nee, maar ik vind dat wel. Ik vind Broer Vergerwen vond ik al. En dan vind ik nou een steeds bouwerij Skon. Een groep. Weet je hoe ze aan de naam zijn gekomen? Nog niet, vertel. Want Broer Vergerwen. Denken dat Broers Vergerwen is. Maar Broers is de moedersnaam. Die hebben ze als eerbetoon voorop gezet. Echt hoor, ja. En daarom heet het Broers Vergerwen. Dat weten veel mensen niet. Maar dat is gewoon Broers Vergerwen. Dat is een leuke anekdote. Ja. Alsjeblieft. Graag gedaan. Graag gedaan. Wat kost het? Wat kost het? Dat rekenen we straks wel af. Maar kijk, Broers Vergerwen dan. En, maar jullie ook, jullie hebben altijd wel iets eigenschap. Jullie bent altijd een beetje in zekere zin, positief benoemd, hè? Een vreemde eend in de bijt geweest. Hè? Ja, dat en, zeggen we wel meer, ja. Ja. En dan vind ik het wel leuk, het onderwerp dat jullie dit jaar hebben gevat dan, hè? Babylonie Broek, land van misverstand, onbegrip brengt het dorp zijn naam. Hè? En daar staat mooi, steeds, hè? En daar staat mooi, ik heb een paar dingen onderstreept. En dat vind ik wel iets passelijks bij jullie als bouwerij Skon in dit geval. Hè? Monniken willen het ongrijpbare volk de kerkelijke wijze leren met de taal van het heilige boek. Maar de dorpelingen volgen hun eigen gebruik. Ja, hun eigen weg, ja. Dat vind ik wel typerend toch voor jullie, toch? Fijn? Ja, dat klopt. Jullie bent altijd wel bij eigen dingen. Ons eigen ding, ja. En nieuwsgierig doen zij hun best om de vreemde woorden van de stijve heren te begrijpen. Maar wat ze nu echt bedoelen, dat is eigenlijk de letterlijke tekst, hè? Ja, we zijn eigenlijk wel meegaand, maar we blijven onszelf. Hè. Ja. Hetzelfde bij de dorpelingen ook. Is wel mooi. Ja, dat mooi. Vindt heel goed. Ja, ik vind het mooi. We gaan iets van paalwoningen zien, hè? Want ja, Babylonie is een heel drassig land, hè? Water. Ja. Daar komt ook Broek vandaan. Broek vandaan, staat de naam, Babylonie Broek. Babel is Hebreeuws voor spraakverwarring. Spraakvernaam, ja, precies. En Broek, dat staat met water. Dat is een Babylonie Broek. Dus ja, naam, ja, ja, daar zit het helemaal in. Ja, en daarom van het was een drassig land. Ja, Broek betekent nat en drassig land. Daarom staan de huisjes op palen. Juist. Ja. En daarom hebben wij ook al een paar benen, want we hebben allemaal zweetvoet. Ja. Nee, ik snap het helemaal goed. Staan we staan een kast in het water. En vooral nou, hè. Hé, maar is dat mooi? Joost, jullie hebben wel andere plannen, toch? Ja, wij zijn wel anders van plan. Ja, anders van plan, toch? Ja. Ik pak het er even bij hier. Wij zoeken het ook dichterbij. Ja, maar dat is ook wel grappig. Dit is een plaats waar ik er nooit van gehoord heb. Nee. Jullie gaan er geld erop. Ja, wij komen er elke dag zo doorheen. Frek de lui, zo de meter stijgen bent. Hebben we daar even dan dicht bij huis. Waarom verzoeken als het ook dicht bij huis kan? Ja. Ja, precies, helemaal goed. Ja. Dat is ook leuk, toch? Hè? Ja. En ook wel iets ook voor de hand liggend in zekere zin, boerenleenbank. Hè? Ja, ik denk dat het ook een thema is wat mooi bij Schenkels past. Qua boeren, een beetje lombouwen. Dat is wel wat typisch wat wij willen. Typisch iets van dat past helemaal bij jullie, denk jij. Ja. En hoe ben je eigenlijk voor de rest toegekomen dan om daar direct in geld op te koppelen dan? Boerenleenbank, geld op is het eigenlijk dan, hè? Ja, nou ja. Is dat geld ooit begonnen dan? Daar is ooit is dat zo? De eerste Boerenleenbank is daar opgericht. Kijk, daar weet ik dus niet, hè? Ja, later is dan natuurlijk de Rabobank uit ontstaan. Ja. Ja. Dus, en wij zijn er eigenlijk bij gekomen omdat wij gewoon aan het zoeken zijn gegaan naar onderwerpen. En we hadden nog iets heel moois in gedachten. Maar dat was er weer vergeven natuurlijk. Nee, dat was zeker niet vergeven. Wie zeggen dan, dat komt misschien een keer aan de bot. Nee, wij hadden iets heel moois in gedachten en dat konden we ook daadwerkelijk gaan mouwen. Dus, ja. Dus, dat is super toch? Ja.
Ja. En dan hadden we een mooi thema bij. Ja. En in ieder geval was Pater van den Elfde dan bij jullie een belangrijk persoon. Ja, en, dat klopt. Ja. Die heeft er opgezet dan eigenlijk. Ja, die heeft een stelling, je ziet het plaatje in het boek staan. Die heeft een groep mensen bereid gevonden om mee te gaan denken. Ja. Ja. Zo is ooit die eerste boerenleenbank ontstaan. Ja, precies. Ja. Ja, maar wij gaan niks over de paters laten zien, hoor. Dat zie je op de wagen. De paters, ik heb nog geen paters terug te vinden. Geen paters terug. We hebben gewoon de boerenleenbank zien. In ieder geval, in een bepaalde opzicht, gaan we dat helemaal heel duidelijk zien. Ja. Ik vind het ook wel, ik vind het ook zo leuk van het buksje dit jaar. Ze hebben ook alles nog een keer in het Engels erbij geschreven. Ja. Dus, waar wij Geldrup, hè. The First Farmers Loan Bank. Ja. Dat klinkt toch wel anders als een boerenleenbank, ja, weer, hè. Ja. Dus ik vind het wel geinig. Waar ik wel ook wel opvallen, wil ik even ook wel een beetje inhoudelijk op het thema opgaan. Want wij zijn nou kenmerkend voor bijvoorbeeld Bouwerij Schoon. Jullie bent in zekere zin altijd wel een, hoe ga ik dat netjes zeggen? Jullie hebben ook in zekere zin altijd wel mooi de vertaalslag weten maken wat het bestuur van de stichting wil. De stichting wil, vind ik, hè. De stichting die vindt het leuk. En jaar geleden al hebben ze toch gezegd van nou, de traditionele bouwen, het moet abstracter. We moeten een vertaling hebben, een abstracte weergave hebben van de werkelijkheid. Hè? En jullie bent altijd, jullie waren toen altijd al mee bezig. Dat was altijd abstract. Het is natuurlijk leuk om een beetje vernieuwend te zijn en nieuwe dingen te zoeken. Ja. En die anderen dan ook kunnen gebruiken, zeg maar. Hè? Je ziet ook vaak dingen, we hebben ook in het verleden bepaalde dansjes gedaan. Die zien dan later weer terug bij andere groepen op een andere manier. Dus je bent ook heel vernieuwend. Ja, dat is natuurlijk voor een optocht. Hè. Als je altijd hetzelfde ziet, gelukkig is het niet zo. Maar en het, langzaam gaat het veranderen. Ja. Hè, en er komen nieuwe dingen, dan is het iedere keer weer interessant om te blijven kijken natuurlijk. Ja, ja. Nee, klopt. Maar goed, we zitten wel met schenkels. Schenkels. Dat was voor jullie daar iets mee zeggen? Nee. Het was voor schenkels die altijd in de prijzen vielen voorheen. Hè. Ja. Altijd. Want jullie waren vaak. Heel vaak. Ja, we hebben enorm veel prijzen gehad. Ja, een keer volgens mij zijn we minimaal 13 keer eerste geworden. 13 keer eerste. Maar ja, we staan natuurlijk ook al 60 jaar. Dus. Dat klopt. Maar goed, jullie waren natuurlijk toppers in het traditionele bouwen, het realistische bouwen. En dan komt zo'n stichting eraan van jongens, dat gaan we niet meer doen. Wij gaan het omgooien. Broer Vergeert was tijdens een voorbeeld. Het moet geen kopie worden van wat we straks gaan zetten. Ja. Wij gaan een abstracte weergave doen van de werkelijkheid. Ja. Dat is een probleem. Nou ja, dat is wel een hele grote uitdaging voor ons geweest. Ja. Dat klopt. Maar we hebben denk ik in de afgelopen paar jaar, nou, we hebben misschien de afgelopen 2-3 jaar wat minder wagens laten zien. Maar ik denk in de afgelopen 10 jaar hebben we toch nog wel behoorlijke wagens op de weg gezet. Mm-hmm. Zijn we ook gewoon eigenlijk geregeld in de top 10 geëindigd. Ja. En is het voor ons wel altijd ook met nieuwe themacommissies lastig geweest om in ieder geval weer een mooi thema te gaan zoeken. Dat is ook de uitdaging. Want je moet ook net iemand hebben binnen zo'n club die gave het, hè, om daar een abstracte weergave van te maken, zeg maar. Ja, en bij ons heeft altijd een hele vaste groep dat gedaan en die zijn op een gegeven moment ook op een bepaalde leeftijd dat ze zeggen, nou is de jeugd aan de beurt. Ja. Ja goed, dan moet er wel ook de jeugd zijn die daar over gaan pakken en over gaat nemen. Ja. Dus, ja, dat maar er zijn dus ook bij groepen die zeggen, verrek, wij hebben dat misschien niet in onze mars. Zit niet in ons clubje, wij gaan iemand aantrekken die dat wel kan bijvoorbeeld. Ja. Die wel een ontwerp kan maken, die dat wel abstract kan abstraheren, het thema. Is dat nog een optie of zeggen van... Nee. Nou ja, we hebben tot nu toe hebben we eigenlijk altijd gewoon binnen eigen vereniging gehouden. En zijn er ook elk jaar weer mensen opgestaan die zich willen bekommeren om het thema. Ja. En ik denk dat we nu ook wel een themacommissie hebben die zich echt gewoon goed kunnen bekommeren om dat thema. Ja. En ik denk dit jaar staat er echt alweer iets echt schenkels. Ja, wat wil ik zeggen? Waarom hebben we niet zoiets als BZNT? He, 2 jaar geleden, die zeggen van, stichting is allemaal leuk van jullie, maar wij doen het voor het publiek, wij bouwen gewoon traditioneel en wij winnen ook nog. Nou ja, ik zal een tipje van de sluier geven. Aanstaande zondag staat er hier weer echt een oude schenkelswagen. Een oude schenkelswagen? Ja, die gaat er echt zien. Stik er allemaal mee, wij bouwen een schenkelswagen. Wij bouwen een echte schenkelswagen dit jaar. En ik weet zeker dat iedereen die kijkt en luistert en die ziet dat zondag, die denkt, verrek Joost, die het draait weer, we krijgen tandwielen, het draait van alle kanten. Ja, er wordt gewerkt, noeste arbeid, zondag. Ja, maar zondag. Dat is, gaat het gebeuren? Ja, dat is echt gewoon noeste arbeid. Noeste arbeiders van de Nauwe Kerkhof. Boeren, er wordt gewerkt dan. En een gigantisch trekpaard die hele kar voortrekt. Nou, we zien. Ja, we gaan het allemaal zien. Ja.
Ach ja, waar heb je meegebracht? Ja, ik heb wel, als het maar niet groen is, hè? Niks groens. Geen groene dingen meebrengen, nee, dan zien we het niet. Het zijn allemaal herbruikte materialen, hè? Dat is het mooiste waar wij mee werken. Kijk, en ik heb nog twee lege blikjes meegenomen. Lege blikjes ook toch? Ja, dat was echt symbolisch om te duiden dat die echt gevuld moeten worden. En eigenlijk, ja, zoek maar sponsors. Mag ik dat zeggen? Sponsors? Ja, maar heb ik lege blikjes meegenomen. Maar verder. Ik gebruik al dat jouw naam erom, maar die sponsors nodig, jongen. Kijk, zijn ook weer herbruikbare materialen, want ik ken ook weer een praten. Waarom er zo'n lusje in zit, kan een Babylonische spraakvaring, dus dan werkt dat niet, hè? Nee, precies. Ja. Ook weer symbolisch. Dat is kenmerkend voor jullie. Dat is kenmerkend voor ons. Wij gebruiken echt blikken, oude stukken staal, riet, oude schuttingdelen. Daar kunnen we heel goed en heel leuk iets mee bouwen. Ja, geweldig toch, hè? Ja, dat en natuurlijk ook goed voor de natuur, natuurlijk. Hè, en jullie hebben ook vaak altijd wagens die zichzelf voorbewegen. Op een manier is het er altijd iets vernuftigs in. Ja, het moet altijd net iets anders als anders. Dat is super. Maar ik vind het wel leuk dat iedereen zijn eigen kracht gebruikt. De kwaliteit van de optocht is ook ontzettend hoog. Ja, de wagens is echt grandioos. Want heel veel mensen die nog nooit zijn geweest, komen kijken naar de Brabantse dag. Die zeggen echt van, nou, dat had ik niet verwacht. Is het ook. Jongens, wat heb jij ermee gebracht? Algemeen winnaar. Ja, luister. Dat is al van ekkes geleden. Want ekkes geleden. Bij Schenkels zijn we al heel lang geen eerste meer geworden. Maar ik kan deze altijd nog heel goed herinneren. Want dat was mijn eerste keer. Ja. En dat ga je nooit vergeten. Nee, natuurlijk niet. Want dan sta je in die tent en dan denk je, verrek, Schenkels wordt helemaal niet opgenoemd. Ja, shit. Waar blijft om te scoren dan? Ja, hè? Ja. Maar toen kwamen we er wel achter dat hetgeen wat we op de weg hadden gezet toch wel best bijzonder was. En dat is dan ook echt een feestje. En, ja, natuurlijk. Ja, dat is iets waar je nooit meer gaat vergeten, zoiets. En, nee, dat blijft heel lang heugen, hè? Ja, dat blijft precies. Dus wat dat betreft, ik vond dat wel bijzonder om mee te nemen. Dat is in 2006 geweest. En dat is toch wel weer een toe aan vernieuwing. Maar wat Art-Jan net ook zegt, hè, die zegt ook van de optocht is gewoon eigenlijk alleen maar beter en beter geworden. Vroeger kon je op het industrieterrein zeggen van, die maakt een kans. Ja, dat is veel veranderd uiteraard. Vaak hoort van, die zal was winnen, die zal was winnen. Er zijn er wel meerdere. Maar toen keek ze nog alleen naar de wagen, hè? Ja. En dat doen we nou niet meer. Toen won Schenkels. Nou is maar een decor. Toen ze alleen maar naar de wagen keken. Nee, dat is totaal spannend natuurlijk. Ik wens jullie veel plezier de komende dagen. En uiteindelijk zondag een mooie dag, hè? Ja, dat wordt zeker. En de maandag nog pullen vullen. En pullen vullen. Ja. Heren, hartstikke bedankt. Ja. Was gezellig. Ja, was gezellig. Ja, top, neemt een zooi mee. Een goed shirtje meenemen. Mooi herbuiten materiaal, dat is niet zomaar zooi. Helemaal goed. Dames en heren. Ja, precies, hè. Hoi, hè. Dan wil ik even hier aan tafel. Boukje van Etro, dames en heren. De voorzitter van Stichting Brabantse Dag. Welkom. Welkom. Kijk een hand. Kijk een hand erbij. Leuk dat je er bent. Dat je even tijd hebt vrij kunnen maken. Je bent hartstikke druk deze dagen. Niet drukker dan iedereen die hier niet drukker. Nee, het valt wel mee. Niet. Ik ben ook ooit thuis in deze tijd. Zo, ook, maar wie of niet? Wie wel hier in deze? Slaap op de bouwplaats, zeg maar. Daarom. Dus, en waar slaapte jij dan? Ja, toch gewoon thuis. Toch wel thuis. Even de bekende dingen waar altijd langs liggen. Ja. Bouwke, ik had het al een beetje een inkoppertje voor mezelf dan gemaakt. Hè. Ik heb het even over Schenkels gehad, we hebben het even over Bouwerij Schoon gehad. Twee groepen die uiteindelijk van oorsprong mijlenver uit elkaar liggen, vind ik dan. Hè. Het abstracte en het realistische bouwen. Waarom laten we iedereen die zijn dingen doen waar zij goed in zijn of leuk vinden om te bouwen? Volgens mij doen we dat nog steeds. Ja? Ja, daar ben ik echt van overtuigd dat we dat nog steeds doen. Nee, ik heb het inderdaad dat het wel even anders is geweest. Hè? Dat is toch wel destijds. Ik denk dat de gedachtegang veranderd is. Het is het bouwen doen we volgens mij nog allemaal. Heeft ieder zijn eigen handtekening in de wagen. Ja. Maar wat we gezegd hebben, of ooit in het verleden met z'n allen bedacht, hè, want dan hebben we het al heel veel jaren. Eerst hebben we gezegd hebben van volgens mij. Kunnen we hier allemaal bouwen? Kunnen we hier ieder plaatje namaken? Want bedenk het maar, het wordt gebouwd. Ja. Kennis en kunde zit er allemaal. Ja. Maar laten we het nou eens uitdagen en laten we het nou eens nog mooier maken. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat en binnen dat nog mooier maken, kan iedereen toch nog zijn eigen stijl. Daar wel. Dus, ja, absoluut. Ik heb dan ook de Schenkers nou ook inderdaad wat gaan zeggen van nou, dat is ook niet helemaal ons ding zo, hè, op die manier mee te denken. Ze hebben een paar keer een beetje in de flater geslagen, zeg maar, dat mag je wel zeggen. Ja. En nou gaan ze zeggen van we gaan nou een echte Schenkerswagen inzetten. En
Ik denk op zich dat het publiek het ook zeer weet te waarderen. Nou, en nee, maar ze, dus, nou, nee, nee, want ik, ben, nee, ik denk dat ze zeker wel in het nieuwe bouwen en het nieuwe denken doen ze ook hartstikke goed bij Schenkels. Ja, want okay. Als jij denkt aan de boerenleenbank waar Schenkels doet, ja, dan denk je aan een gebouw. Maar zij komen met een paard en een heel spel erachter, ja. Dus maken ze die vertaalslag toch wel. Toch wel, oké. Ja, zeker. Nee, maar kijk, je moet altijd iets doen waar je prettig bijvoorbeeld ja. toch, hè? Ja. Anders gaat het... Ik sta hier ook omdat je het heel prettig bij voelt. Vind je het zo fijn? Zo fijn. Zo gezellig bij jou. Heerlijk. Helemaal natte ruk. Oh, natte ruk. Moet hem zien, een natte ruk. Moet kijken. Nee, maar het is leuk. Leuk. Ik heb een paar dingetjes nog opgeschreven. Er is een grote verandering gaande uiteraard in de Brabantse Dag. Hè? Dit jaar is er... heel veel programma is weg. Niet helemaal weg. Nou, het is geval, op een andere plek gekomen. Nou, laat ik zo zeggen, ja, ja, ze kunt het ook zien, maar mijn overbuurvrouw die is er helemaal niet blij mee. Die ging alle avonden ging die ergens naar een theatervoorstelling kijken, die ging eventueel naar kerken, klassieke kerk en kroeg. En nou gaat dat niet meer. Het is potverdorie. Ja. Dus ik voelde me niet het Brabantse Dag, zo weet je wel. Ja? Ik heb al senioren gesproken, die banen van, die kunnen, ja, die hadden vanmiddag eigenlijk, is echt goed, het is nou donderdag, ja. Ja. Die hadden vanmiddag eigenlijk naar die seniorenmiddag gewild. Gaat ook niet meer, ja, dat vinden ze niet leuk. En, ja, nou, de seniorenmiddag is misschien een waar we over na hadden kunnen denken. Of misschien moeten we daar nog wel eens over nadenken of we daar nog terug moeten doen. Maar ik denk dat we waar we voor gekozen hebben, is wel iets wat hier uit de gemeenschap komt. We zijn natuurlijk 15 jaar geleden begonnen met het theaterfestival. Ja. Toen had iedereen zoiets van, gaan we nou toch doen? Ja. Want toen konden we in heel Hezen niet naar een theaterzaal toe. Helemaal nergens. Ja. Er kwam niet eens een artiest, want die ging niet eens in een tent staan. Nou, daar hebben we toen neer kunnen zetten. In de tussentijd hebben we het perron gekregen. Ja, wat natuurlijk heel die functie heeft kunnen overnemen en dat ook hartstikke goed doet. Mm-hmm. Dus daar kun je iedereen programmeren. Nou, en dan denk ik dat je in de huidige tijd, als je ziet hoeveel evenementen je kunt bezoeken in een weekend, dan moet je goed nadenken. Of je die dingen wel erbij moet doen. Eigenlijk. Of je dat erbij moet doen. Ja. En dan, nou hebben we gezegd, van al die mooie elementen, wat dat klassiek in kerk en kroeg of in kasteel, dat is en blijft een fantastisch mooi fenomeen. Ja. Ja. Dus we hebben nou gezegd, van we pakken al die mooie pareltjes van die week voorafgaand, pakken we op en die zetten we rondom de parade. Dus wel voor als na de parade kun je al die zaken gewoon bezoeken. Maar het is wel een grote gok toch? Hè? Lijkt mij, ik zie het als een gok van of, die zondagochtend moet iedereen om 10 uur eigenlijk in het centrum zijn. Hè? Ik denk dat je het andersom moet zien, want je moet vanaf 9:30, eigenlijk doen we het voor de bezoeker, je moet vanaf 9:30, als je op het parcours bent, moet je betalen. Ja, dat begrijp ik. En als je dan pas om 1:30 of om 2:00 een parade ziet, dan krijg je niets voorgeschoteld. Ja. Dus wij komen eigenlijk tegemoet aan de bezoeker. Nee, dat snap ik helemaal. Dus ze bieden de bezoeker meer. Ja. En ik denk ook dat we heel reëel moeten zijn dat we dat weekprogramma, wat het 15 jaar geleden echt nog wel heel veel publiciteit genereerde en heel veel bezoekers van buiten trok, was de laatste jaren echt iets voor een heel select gezelschap in Hezen. En dat is fantastisch, dat is heel prachtig. Maar dat was niet het idee erachter, hè? Dat Thijs was het idee van, we willen daarmee een groter festival zijn. Ja. We willen daar een grote actieradius, wat meer bereiken, mensen bereiken. Met een opmaat naar die parade. En precies, dat was het idee. En dat was eigenlijk niet geslaagd. Dat is gewoon, nee, dat heeft de eerste jaren goed gewerkt. Ja? Maar doordat er een veel meer aanbod was, was het heel leuk voor hier lokaal. Ja. En daar is niks mis mee, dat is helemaal goed zelfs. Ja. Maar ik denk wel dat je op een gegeven moment dan gewoon eerlijk en een keuze moet durven maken. Ja, en moet zeggen, wij zijn uniek en onderscheidend in die parade. Ja. En daar gaan we de focus op leggen. Ik roep Leon even bij. Okay. Ja. Leon, schuif even dan. Leon, dames en heren, Leon van Oubel, die heeft vandaag twee petten op. Hij heeft geen pet op, maar hij heeft wel twee petten op. Hij is namelijk niet alleen lid van de vriendenkring High Show, hij is ook van het Raad van Advies, die dus de stichting van Advies voorzien. Dat is de bedoeling toch, hè? Ja, dat klopt. Berry. Wanneer is dat begonnen eigenlijk, Leon, dat verhaal? Dan kijk ik even naar Bouk. Ik denk 3 jaar geleden. 3 jaar geleden? Dus de gemeente en de stichting hebben overleg gehad en hebben, vroeger was het een raad van aanbeveling, daar nieuw leven in geblazen en vanuit verschillende partijen zijn mensen toegetreden. Dat zijn mensen van de Stichting Vrienden, van de Brabantse Dag zelf, vanuit de gemeente en ook vanuit de wagenbouwers, dan ben ik. Okay, het is met name ook wat je zegt, van het was voor onszelf ook als stichting, je bent met iets bezig, maar ik denk dat het gewoon heel goed is, zoals het voor ieder wagenbouw is goed, dus ook voor de stichting goed, om af en toe jezelf een spiegel voor te spiegel houden. Wel, ja, precies. Moet je durven, hè, want je staat heel kwetsbaar op. Ja, op uiteraard, dus toen hebben we gezegd, van, nou, dan vinden we het ook belangrijk dat er vanuit verschillende gebieden mensen ons adviseren en zo hebben we dat. En dan heeft ook mee deze verschuiving plaatsgevonden daardoor, gewoon dat je gezegd, nou, de programma gaan we andersom gooien. Nee, daar hebben we
hebben we over... Heb je een overleg met elkaar? Of moet ik dat zeggen? Over meegedacht volgens mij. Heel veel overleg over gehad. Ja. Want het lijkt me toch dat, ja, dat er zitten kosten mee. En je bent nu ook heel veel kosten kwijt waarschijnlijk. Ja. Hè? Want die kosten gaan nu op naar die zondag toe. Ja, die gaan eigenlijk helemaal naar die zondag toe. En die mensen die nou naar het theaterprogramma gingen, die kosten werden dan misschien een beetje gedekt door entreegelden. Ja. En nu moeten allemaal, al die kosten gaan naar de zondag toe. Ja. En ik ben niet zo in goede cijfers, maar dat gaat best wel... Ik ben zelf artiest, ik weet al wat je kost, we zijn hartstikke duur. Ja, duur. Daarom programmeren dus wij jou ook niet, super duur. Te duur. Moet je gaat gelijk aan de zondag toe, het entreekaartje blijft even duur volgens mij ongeveer. Ja. En dan moet dat nog ergens terugverdiend worden dan, toch? Ja, en dan hopen we dat we de bezoeker blijven trekken en dat hij goed van zijn borreltje en zijn hapje geniet. Dus daar zit het hem in. Je moet om 9:30 de deur op inlopen, mensen uit Hezen. En dan moet jij overal eten, drinken, overal, want daar hebben jullie allemaal provisie van, zeg maar, dat idee. En ja, ik ben er toch, bedoel, je kent uit, blijven zitten, de bank schiet ook niet op. Er is overal wat te beleven. Op 5 pleinen is wat te beleven. Het gemeentehuis, tuin, Toversnest. We hebben natuurlijk de pastrietuin, daar is kunst, kunstmarkt. Ja. Je kunt eventueel wel, geef me de kerk en kasteel voor licht klassieke jazzachtige muziek en klassieke muziek. Je kunt een Straalbergplein. Ja. En dan hebben Pieter van der Linden, hebben de Intertoy van de deur. Ook en daar heb ik een beetje een hardhoofd in. Ja. Dat zeggen, want het gaat ook om 10 uur. Bij Intertoys begint het programma. Nee, het schuift iets later. Het schuift iets later mee. Maar die komen wel later. Maar met name leert ons dat die kassa, die krijgt heel veel aanwas. Ja, vanuit geld op. Vanuit geld op. Terwijl dan de parade misschien hier al bij Toversnest voorbij komt, moeten die mensen nog lang wachten. Dus geven we die mensen een stukje gastvrijheid. Dus die geven we dan al wat theater. Helemaal goed. Super. Ja. Ja, geweldig. Ziet het wel zitten? Nee, ik zie het wel zitten. Ja, natuurlijk wel. Toch wel? Nee, ik zie het wel zitten. Nee, we zijn dikker bij. Nee, maar goed, het blijft een experiment. Net als wij dit ook doen, hè. Experiment. Want wij durven, hè? Verandering. Nee, precies. Dat is goed. Zorg, toch? Ja. Ja. Dus wij, dat is ook een ding. Kijk, heel het programma is nou weg. En dan moet ik die 5 dagen opvullen. Vrouwtje. Nou, als, dus eigenlijk is hier een win-win. Win-win situatie. Ja. Ik ben van huis af. Ja. Hey, ik ga jou mag ik mijn ding nog laten zien? Maar ik heb het wat meegebracht. Zelfs ik heb wat meegebracht. Nee, nee, vertel er even. En dat wil ik eventjes zo laten zien. Want dat is iets waar we vorig jaar begonnen zijn. Ook weer nieuw. Ja? Maar de jeugd heeft de toekomst. En we hadden afgelopen jaar... Ze zijn aan het filmen! We krijgen een inval, dames en heren. We krijgen een... sorry. We krijgen een inval. Een inval? Inval in groene shirtjes. Ja, tegen dit de gaat worden. Dit wordt leuk, dit wordt gezellig. Ja. Dit kan niet. Komt er eens bij staan. Komt er eens bij staan. Ziet er fantastisch uit. Ziet er mooi uit of niet? Toch? Hè? Je kunt het best ook een beetje de zijkant staan, Dennis. Wacht, ik pak even de microfoon erbij, want anders verstaan ze jou helemaal duidelijk niet. Wat kom jij doen, lieve schat? Ja. Nathalie Nuis, namens Hees 24. Hupsakee, ja. Ik heb Cindy van Bakkerij verder meegebracht. Ze heeft een lekkere fly bij. Want, welkom Cindy, welkom. Ze heeft een fly bij, hè? Geen lelijke grappen nou, hè? Ja. Wij gaan jullie verrassen. Allemaal van, ga ik maar even zeggen, Wagenbouwers FM Radio, maar zeker ook TV. Nou wel, bekend en beroemd, pot, verdomme toch. Maar nee, lijkt me... Ja, weet je wat het is? Als je op een gegeven moment zo ongeveer 3.500 mailtjes binnenkrijgt met suggesties om jullie... de fly van de maand augustus te gunnen. Ja. Ja. Zo, dat is wel grappig. Dat kunnen we niet negeren. Maar dan ga ik er wel even al die DJ's erbij halen. Haal ze er maar eens bij. Ja, DJ's, Koen, Hulde, Reutenbeteutje, Jimmy, kom even deze kant uit. Gij schuift hier ook allemaal nog bij, even zo achter. Want dat is de fly zelf, ja, die zijn toch handen, hè, dan tenminste dan. Hè. Wie komt er even langs? Jimmy, Koen, ja, schuift erbij. Jullie het dus, vind ik een beetje overdreven al wij te zeggen. Ongeveer, hè? Ik kan even bij. Hè? Want de fly van de maand van. Wacht even. Ging geluid, wacht even. Zou wel? Nemen de fly dus van Bakkerij verder. Hè? Deze maand gaat naar de Wagenbouwers FM DJ's. Ja, mij? Koen! Alle eer aan de Koen! Koen is toch... Welke emoties gaan nu door je lijken? Zoveel kan ik kan niet beschrijven. Je kunt het steeds benoemen! Nee, ik kan het niet. Jamie. Nou ja, ik ook niet, net zo goed niet. Jullie zijn echt een pak, hè? Ja, klopt. Dus... Dat is op elkaar ingespeeld, hè? We zijn nu sprakeloos. Jullie zijn DJ's die sprakeloos zijn! Nou, dit houden we vast!
Maar, nee, hartstikke leuk, dankjewel. Waffelvlaai hebben ze niet. Het is een kersenschuimvlaai. Kersenschuim. Oh. Ja. Lekker. Ja, die gaan er altijd goed doorheen. Laat zien. Krijgen we op de camera? Ja, natuurlijk wel. Ja. Maar goed. Nou, die helpt de klok van 8 uur niet. Ik heb een halve weg. Dat gaat wel goed komen. Ja, super, geweldig. Ik zie trouwens dat ik met een groen shirt. Ja, je bent echt. Dat zei je toch? Er blijft niks meer over, dus ik ga gewoon een stukje meedoen. Ja. Nou, ik kan het leien. Ja, nu kun je leien. We zijn al blij. Hoezo nu? We zijn al blij dat je de groene vlaai hebt meegebracht. Hebben we die ook niet gezien? Jongens, geniet ervan. Bedankt allemaal, super. Ja, geweldig. Wat een verrassing, joh, dames en heren. Hier bij het Bergisch Brabants kwartierken neer in één keer. Helemaal goed. Nou ben ik er even vanaf, maar dat komt allemaal goed. Iedereen schuift op zijn plek zo meteen. Ja, Bootje, ik kom er even bij, want ik wou je net even afscheid van jou gaan nemen. En mee gebeurde dat dus, hè? Ja, nou, ook wel. Dat kan allemaal ter plekke ontstaan hier dus, hè? Ja, maar zie je dus, toch, dus niet al te kritisch zijn, Barry? Nee, ik ben niet kritisch, nee. Of je mag wel kritisch zijn, maar wel gewoon goed positief. Dus in ieder geval, kijk, het begint iets en ik krijg meteen een vlaai van de maand. Dat is niet dus, normaal, hè? Niet normaal. Absoluut gek, hè? Dus goed gedaan. Mag ik jou bedanken voor je komst en veel plezier de komende dagen. Jullie ook. Zondag. Slaap jij zaterdag op zondag nog of blijf jij gewoon? Van zaterdag op zondag meestal, wel van zondag op maandag niet. Dat is een moeilijke nacht. Dat is een beetje moeilijke nacht, maar dat komt goed. Komt goed, ja? Veel plezier. Dankjewel. Leon, schuif vooraan. Breng Hans ook mee. Hans van Hans de Vos van Je weet het ooit nooit niet. Schuif even aan. Hallo. Welkom Hans ook. Hoe is hij, Hans? Goed. Hans is dus Hans is eigenlijk de grondlegger eigenlijk van heel dit verhaal, dames en heren. Dan mag ik even toespissen. Want Hans is namelijk de vader van Koen van der Vorst, de man met de golden voice. Hè? Die stem heeft hij overigens niet van Hans, zeg eens wat. Nee, ik wou zeggen, dat klopt. Nee, zie je wel, hij heeft niet van hem. En Hans, ben ik niet trots in jullie Koen net een vlaai kregen, heb ik jou daar. En, ja, ik hoop dat ik daar ook nog een stukje van zie. Misschien wel. Want, ja, 19 jaar geleden. Hier blijven, de kans. Ja. Dus nee, maar goed, trots op iedereen. Iedereen is wel leuk, het doet het met z'n allen. Ja, dus, het is de braafste dag, dames en heren, en dat doet het met z'n allen. Iedereen heeft zijn eigen dingetje in het gebeuren. Ja. En dan maak je het mooi, hè? Dus, alleen niks, nee. Hè? Ja. Hey, we gaan nou weer een beetje over de wagenbouwers hebben. Kom een beetje blijven in beeld staan, Hans, want daar staat een klein beeld. Ja, je gaat wel eigenlijk een breed beeld neer moeten zetten op je camera. Hè? Maar goed, je past erop. Braafste dag, hoe ver ben ik jullie, Leon, met bouwen momenteel? Ja, vroeger moest er nog verf op, maar die zit erop tegenwoordig. Dus, is dat zo, ja? De woordstotter is niet meer doorgewerkt bij Nee, gelukkig niet meer. Jullie kopt alle materiaal wat met de verf erop. Alles komt gewoon in China tegenwoordig. Dus, nee, sommige dingen komen wel nog uit het buitenland, de leveringsproblemen, maar wij zijn morgenavond klaar. Dat meende niet? Ja. En wat hebben jullie al die tijd dan ook doen verder? Nou ja, we gaan niet stilzitten. We hadden eerst het voornemen om te gaan afbreken zaterdag. Ja? De tent dan. Okay. Maar gezien in de weersomstandigheden... Dat is wel heilig dat je niet meteen met de wagen begint af te breken. Dat hebben we ook al een keer gedaan, hè, op zaterdag. Dus wij weten hoe dat moet. Is wel belangrijk dat je dat wel goed hebt. Nee, wij houden op zaterdag wel verstand erbij. Ja? Nee, we gaan zaterdagmiddag repeteren. Dus generale repetitie. Oh, wacht even. We hebben een kijkersvraag. Okay. Kijkersvraag komt uit het luchtgeval, dames en heren. Al belangrijk, hè? Eens even kijken. Nou, dit is Piet uit Oldenzaal. Hoe verzint je toch, hè? Piet het Olzal heeft een vraag. Wanneer beginnen jullie met een onderwerp te kiezen? Leon. Op de avond. Begin met thema. Ja. Op de avond van de themapresentatie. Gisteravond dus. Als dat bij jou dan was, dan was dat zo. Nee, volgens mij iets van 4 november. Themaavond. En dan begint het. Ja, meteen. Dan meteen volgende dag bij elkaar komen. En... Volgende week bij elkaar komen. Dus een weekje ertussen en dan tot de kerst komen ze elke week bij elkaar. Alleen de themacommissie, de man of 5, 6, hoe werkt dat dan? Een stuk of 6, 7 bij ons. Is dat jullie een beetje Hans? Komt bij elkaar? Niet zoveel, er wordt uitermate destijds meer. Hè? Want hoe meer mensen daar je zitten, hoe moeilijker dat af en toe is natuurlijk. Dat kan wel een probleem geven natuurlijk. Hè? Ja. En er zitten gewoon de ontwerper zit daarin uiteraard. Ook iemand dan meteen van de spelcommissie die daar zijn visie over geeft. Iemand van... Bij ons zijn alle disciplines vertegenwoordigd. Commissie, in die groep. Ja, oké. Okay. Ja. Die gaan met elkaar zitten wekelijks. En dan komt er binnen een week of 4 komt er een onderwerp uit. Ja.
Goed, en dan wordt dat gepresenteerd, geloof ik, hè, dan bij de intern. Stichting. Ja, goed. Komt eerst intern dan, of komt eerst meteen bij de stichting dan? Nee, het moet eerst goedgekeurd worden voordat we het buiten brengen. Ja, ja. Wij hebben zelfs een huftercommissie. Een huftercommissie? Ja. Dat klinkt interessant. Ja, daar zit ik in dus. Waarom? Nou, wij doen het eigen thema zelf goed tegen het licht houden voordat wij het indienen bij de stichting. Om gewoon al kinderziektes op dat moment, gewoon mensen die nog niet bij het ontwerp betrokken zijn of bij de themakeuze, gewoon blank ernaar te laten kijken en gewoon te zeggen van, wat vind je ervan? Ja. En als het niet goed is. Of en is het dan ooit zo dat zeggen van, ja jongen, ga eens terug naar de tekentafel, dit gaat het niet worden, dat zien wij niet zitten, gebeurt dat ooit ofzo? Dat is dit jaar zelfs gebeurd. Is dit jaar gebeurd? Ja. En is dat, kwam er zover dat het hele thema, of jullie onderwerp binnen het thema dan compleet weggevaagd? Of is het gewoon inderdaad terug naar de tekentafel, een paar schetjes veranderen, weet ik wat. Nee, dat is iets meer dan een paar schetjes. De plaatsnaam is niet gewijzigd, maar de uitbeelding van wat er in die plaats speelt. In Balen-Nassau gebeurt heel veel tussen de grens tussen Nederland en België. Dus er wordt gesmokkeld. Dat is een thema wat je helemaal kunt uitlichten. Ja. Alleen je moet er ook met het spel wat mee kunnen en een boodschap richting het publiek. Ja, ja. En als dat op een gegeven moment dun wordt, dan moet je eerst een stapje terug en dan iets nieuws kiezen. Ja. En wij hebben het geluk gehad dat we wel rondom het thema Balen-Nassau iets nieuws hebben kunnen verzinnen. Dat wel. Dat maar dat gaat ook alweer heel snel, want je bent toch al in een proces. Het is wel interessant wat dat betreft. Balen-Nassau is natuurlijk wel een bijzondere plaats. We gaan allemaal een beetje een beeld bij het en zo. Hè? He, jullie refereert ook hier in het boekje ook al aan Balen-Nassau. Dat daar zeg maar de grens tussen Nederland en België loopt dwars over het biljart heen. Het loopt dwars door een huis. Letterlijk doorheen. Letterlijk door een huis loopt de grens van Nederland-België. De voor- en achterdeur verschillen. Ja, ja. Ja. Ja, dat vind ik helemaal, ik vind het een mooi plaatje. Ook als je in Balen-Nassau bent, het is gewoon echt heel raar. Ja. Dat je huisnummers ziet met een Belgisch vlaggetje en eigenlijk de buren is gewoon een Engels vlaggetje. Ja. En zo kan je nog net niet om en om, maar er zijn gewoon heel 22 Nederlandse enclaves en 8 Belgische. Helemaal gemixt door elkaar. Ja, want het is niet alleen Balen-Nassau sowieso. Nee, het is ook nog Balen-Hertog. Ja. En het bijzondere daaraan is, en dat laten wij ook zien tijdens de Brabantse Dag, de toevalligheid hoe dat ontstaan is. Wel, vanaf 1150 zit er constant een toevalligheid in dat je denkt van, hoe is dit nou zo kunnen ontstaan en waarom is het niet rechtgetrokken? En dan zeg ik keer op keer door die geschiedenis heen, is dat zo blijven duren. En tot 20 jaar geleden, dat je denkt van heb je een kans om eens een keer wat recht te trekken. Ja, nee, toch weer niet gebeurd. En dat gaan wij uitbeelden. Dus echt. Het heeft een beetje idee van een toren van Pisa zo, hè? We laten het zoals het is, want dan blijft het in trek, dan blijven er steeds volk komen. Ja, en, het is heel toeristisch toch, daar, dat klopt. Toch, het is toeristisch, ja. En dan dat ook een beetje iets merkwaardigs, hè, toch, dat verhaal? Ja, daar gaan ze dan toch heel goed uitbuiten daar, En dat is in stand gebleven. Ja, dat is wel heel bijzonder. Jullie gaan het anders doen, Hans, hè? Wij doen een keer... Jullie gaan een andere dingen doen, toch? Niet gehoord vandaag, paters. Paters! Paters! Toch niet van die witte, neem ik aan, hè? Ja, deze wel. Toch wel? Ja? Komt een beetje dichterbij, Hans, want ik ben een mens, maar... Uit Bokstel. Bokstel, hè? Ja. Dus daar loopt een trein in, dus we dachten, dat is makkelijk, daar zullen we heen moeten. Ja. Dus dat is dit jaar ons thema. Maar die bleef dan daar, die witte paas, en die ging vervolgens dan naar... Op de golven. Donker Afrika. Ja, Donker Afrika. Die ging spierwit naar Donker Afrika. Ja. Nou, dat was wat. Hè? En die hebben dan geprobeerd, die Afrikanen, dat ze geloofd te bekeren. Zeg maar. En die hebben veel goed werk gedaan. Ja. Maar wel op een nette manier, hè? Dus, maar vertel, weet ik niet. Niet dat we een verkeerd beeld krijgen. Dat hebben we nou al. Ik dacht nergens aan. Jij wel, Leon? Ik dacht nergens aan. Nee, maar ik denk, ik zal jou voor zijn. Nee, precies. Maar jij denkt toch wel een probleem, zeker zijn zondag, of niet? Hoezo? Vanwege die Afrikanen. Hoeveel groepen, zitten er veel bij jullie groepen, veel Afrikanen? Ja, heel veel. Maar is er nog een discussiepunt bij jullie binnen de club geweest? Van hoe gaan we dat doen? Nee. Dat weet ik niet. Of dat je denkt, dat hebben we wel. We doen alleen de witte paters maar. Ja, de witte paters. En witte Afrikanen erbij. En dan hebben we er 50 man op een boot zitten. Dat wel, ja. Dus, wat een boot. Wat een boot. Ja, dit begint steeds meer op Sinterklaas te krijgen. Snap je wel, hè? Dus, een boot en een witte paters. Dus ik heb erin dan, met een baard. Ja. En dan de rest en de Afrikanen ongeveer. Ja, hè? En de rest, daar zie je wel de zondag met optocht. Ja, goed. Wat heb je meegebracht, Hans? Ik, dat is iets... waar we elk jaar tegenaan lopen. Ja, oh ja? Ja, wij wel. Je moet weggooien. Dus, de klok. De klok. Ja, we zetten hem even zo uit. Elk jaar. Kijk eens aan. Hè? We beginnen altijd op tijd. Hij klopt volgens mij vrij aardig inderdaad, die klok. Ja, hè? We beginnen 10 over 7, mensen zien het wel, hè? 10 over 7, ja. Dus, wij komen meestal tijd tekort. Tijd tekort. Ja.
Dus ik hoor, Leon, jullie zijn op elkaar klaar. Ja. Dus als wij even willen, dus dan... Het zou mooi zijn als er nog een paar wagenbouwersgroepen zijn. Die denken, nou, we zijn toch tijd. We hebben tijd zat over. We schuiven nog even aan. En het mooiste is, het komt uiteindelijk altijd goed. Jawel. Dus maar goed. Het nou, niet altijd. Ik weet nog, ik heb me herinneren bij de familie High Show, om te zeggen. Volgens mij was het tweede jaar, hè? Dat door van die grote beelden gemaakt worden, ik herinner me eigenlijk nog. En er zat bij sommige beelden hadden we nog geen verf gezien. Of een deel van, weet jij het nog, Leon? Nou, je kunt in de optocht de wagen gewoon goed droog rijden. Droog rijden. En de opstelplaats stonden er gewoon met de verf zo, en de klas stonden gewoon te schilderen en zo. En, daar zie je allemaal niks van op tv. Nee. Nee, maar goed, dat is het mooiste. Dat vind ik dat het mooiste van de Brabantse dag, dat is wat dingen. En wanneer is een auto af? Ja, als het nog een week langer duurt. Ja. Is nog niet af. Nee, precies, dat klopt. Je kunt hem dubbel. Straks werd dan een keer gezegd, mindere wagens. Ik vind niet, hè, alle wagens, iedereen doet zijn best. Nee, mindere wagens zijn er niet. Hè. Dus uiteindelijk doen we het allemaal samen. Maar dat is, je hebt het allebei nodig. Je hebt diversiteit aan wagens. Ja. Om daar juist een mooie notte van te maken, toch? En hoe kwaliteit waar je in een groep hebt, dat moet ik gebruiken. Ja, dus, dat vind ik ook. Vind ik wel, dat vind ik wel een belangrijk ding. Leon, je hebt iets anders meegebracht, hè? De Brabantse vlag. Ja. Bijna. Een echte oude... Zoals de kleurtjes vroeger waren. De Nederlandse vlag. De Nederlandse vlag meegebracht? Ja. Ja. Maar zal dat ook mee te maken hebben? Ja, wat voor verhaal had ik er dan aan gekoppeld? Ja, het is we kijken er even ondertussen, even, we gaan richting het einde. Ja? We gaan richting het einde van het programma en kijken we nog even naar de kijkcijfers. Hè. We zitten momenteel op weer, kijk, 1,3 miljoen kijkers al. Potverdomme, ja. Dit gaat toch hard, hè? Onvoorstelbaar. Maar nee, en dat bij een uitzending van jou, hè? Kun je nagaan. Ja, ja de Nederlandse vlag. Ja, volledig in het teken van Baarle-Nassau en de grenzen die daar liggen. Ja. Heb ik de Nederlandse vlag meegenomen. Omdat een deel van de Kapelstraat en de Jan Dekkerstraat en de Geldopseweg. En welgesteld het gedeelte van de kerk en al die tribunes. Ja. Nederlandstalig gaan worden. En de Belgische vlag ligt in de kofferbak van de auto. Want de andere kant van de straat wordt België. Dus wij gaan die grens midden over de Kapelstraat trekken. Dat wordt de nieuwe grens in Hezen. Dat is tijdelijk de nieuwe grens. Zit ik dan daar in de Belgische kant? Zit ik met Albert Heijn in de Belgische kant? Albert Heijn ligt in België. Albert Heijn in België. De Action in Nederland. Aha, daarnaast zit hij om. Wil je goedkoop tanken, dan moet je bij de BP gaan. Want dat is dan in België. Maar wij gaan de straat om midden delen. Dus je zult deze kleur veelvuldig tegenkomen. Ik denk het wel. Dat was een ingrijpende gebeurtenis, dames en heren, op zondag. Hè? Want zondag gaat gebeuren. Hè? Dus we gaan een scheiding krijgen tussen in het dorp. We krijgen eigenlijk een enclave dan vanuit België eigenlijk in Hezen de komende zondag. Ja, met een wagen met blauwe helmen ertussen. Met blauwe helmen, ja. De VN is ook aanwezig. Het moet erbij, want we kunnen allerlei gevolgen hebben natuurlijk, wat dat betreft. Heren, wens ik jullie allemaal veel plezier de komende dagen. Dat veel plezier. Ja, voor Leon is dus gewoon twee handen op de rug, een beetje rondkijken, een beetje afkwasten, nog een beetje rustig aan. Jij moet nog zijn best in de wielen. Wij gaan daar nog even bouwen, ja. Even bouwen. Top. Zonder veel plezier. Dank je wel. Gaat ervoor. Ja, Hans, bedankt. Merci. Leon ook, hè. Bedankt voor aanwezigheid. Neem mee, hè. Tot ziens. Neem mee. Dat is goed. Helemaal goed. Ja, dames en heren. En dit was dan weer een aflevering. Een aflevering van het Bergisch Brabants kwartiertje. Morgen zijn we er uiteraard weer. Morgen wordt de laatste keer. En dat komt goed, want ik heb 5 blouses. En morgen heb ik de laatste blouse aan. Dus anders gaat het een probleem geven. Maar morgen hebben we hier te gast. Hier bij dit gebeuren, bij deze talkshow. Paul Verhoeven. Wie kent hem niet? Filmregisseur, heel bekend. We hebben Frank Ballas van de Laarstukken. Sorry. We hebben Thijs Lauwers van de Kapelstraat, Willy Haans van Hopeloos en Guus Berkers. Die komt nog als hoofdfacilitair. Hij is onlangs eigenlijk begonnen bij de Stichting Brabantse Dag, vorig jaar geloof ik. Gaan we van alles en van horen, van alles van zien. Belangrijke dingen. En let op nog steeds. Hey, ik zeg er een keer, boekje bij het perron. Ik kan het nou halen, kunnen wij helemaal inlezen. Het is leuk om te lezen ook. Je weet precies wat er voorbij gaat komen. En vergeet niet, zorg tegen 9:30 zondag. Centrum in. Leuke dingen overal te zien op al die pleinen. Zorg dat je er bent. Ik vind het leuk om jullie te zien. Tot morgen. Tot dan. Houdoe!